Goeien en welkom in Staren bij het Scootsjesjournaal. Ja, alles wat je hoort vanzelfs beheersen door de dramatische omvaring tussen Tom Brundel en Michiel Kalsbeek. Twee bemanningsleden rekken erbij verwoenen. Dat wie dus net zo mooi. En de dag begon zo prachtig. De zinnen erbij, een mooi koeltje oerden, maar ja, een perfecte dag voor een mooie sielerij. I can give you what you want, I can give you what you need. I saw you looking back at me, so come on baby, what's the deal? Cause I'm ready, oh. Yeah baby, I'm ready. Ik dacht, ik ga lekker op het klapstoeltje in de zon zitten, maar dat valt wel tegen. Ja, nou moet je kijken, ik heb een zoet en nog. Het zit echt koud. De zon schijnt, dus we hopen dat het beste van komt. Hè. Ja, het is een prachtige, zinnige daaier in Staren. En daar waar ik alweer over twitterd, want het eerste bericht dat we daaroorheen laat je er helemaal onderop. Maar de moezon is voorbij en we gaan ons nu opmaken voor de Indian Summer. Nou, dat sabiert Joet ik, prachtig waar. Ja, Klaas en Doe twitterust ik. Doe hier ziet van, er moet wat meer gebeuren daar in die A-klasse. Pittiger. Wat pittiger? Nou, daar is wel gelijk liggen. Wat verdorie om saaie zin te krijgen, man. En dan is het zelfs hoe de onervaring. Nou, ik weet er even raar van. En ik zei een paar rare woorden. Want het ging wel, ik giet eerst in de gaten, want ik volg de eerste paar. En dan zep in die zei ja. En ja, dan zie je Michiel Kalsbeek. Ja. En normaal is hij, ja, dan stuurt hij gewoon niet onder. En er niks loopt. Maar hij ging rechtuit. Dus je zit, en ineens zie je die soldaties op de dek. Dat springt hem heen en pof, zie je wat in het water vallen. En het weer een dreun. Ja, nou, we willen zelfs zien hoe dat eruit ziet, Ilke. Dus het is nou een dag. Zeker de Sjenlidden, maar ik doe het dan in volgorde. En ik begin gewoon met Henk Rechts. Omdat wie de man die hier eigenlijk in Staveren revanche hellen moest. Want die wie in de vorige wedstrijd in hielp het net al zijn best. Hoi Henk. Nou, dan gaan we naar de start. En het jouwt een prachtig gezicht hier bij de dijk langs. En hier hebben we een route van de tonnenlei in zee. En die kon je weer om naar de haven. Daar lei een heel tonnetje. En dan kon je zo verder naar de onderste tonnen weer bij de dijk. En dan kon je weer zo verder treihoekje niet Olympisch vinden waar. Nou, hoe lei die staat er eigenlijk bij? Ja, de skip die wisten net precies. Nou, dit wie in de treien die het uitkomen. En die het goed dien. En dan wien de jongens van los. Vier wij het beste van. Want daarbij zie je het nog Sibo Sibo. En daar ziet de jonge Jasper bij. Maar Jelmer Los kwam heel goed. Ja, ik zie Delmer Los en Jelle Los. Die zitten er te gern aan het helemaal. Die kwamen goed voort. Komen wel oer stuurboord. Maar hoeven net uit te wieken. Kender van Los. En dat zoals ik al eerder. En dan kan ze mooi om de tonnen komen. Nou, daar komt de jonge Jasper achteraan. En dan kan de second penis net, Heerskop net goed bijkomen. En dan kan Sibo Sisling daar nog oer hinnen scoren. En dan gaan we de eerste treien even makken. Zat op de git. Nou, dan komt Sleert en dan komt de rest van het field verder. Tony Brundel keert er en dan komen er nog meer in beeld. Want het is echt wel spannend daar verder in het vierde rakje achter de eerste treien. Maar de eerste treien die zo'n gauw soldaat bij je van deze wedstrijd. Alweer het net helemaal het beeld zat we dat wendwien. Een prachtige wedstrijd, weer schitterend waar. Nou, zoals zo mooi gaat het dan naar de diepte ta. En dan gaat het verder en verder en verder. Nou, altijd los voorop en daar zit de jonge Jasper en daar zit Sibo Sisling. Dus je, bij de onderste tonnen dan komt het alweer bij elkaar en dan shovert. En die beide mannen die rond mooi Sibo Sisling bezocht het al even heuger op, maar dat joeg helemaal niks. Sekko Heerschop bezocht het heuger op, maar dat joeg helemaal niks. Die beide mannen die bleun gewoon voorop in deze wedstrijd. Maar een mooi koeltje, ja, wie een liedse fjouwer misschien. Maar dat kon ze heerlijk bij Silier prachtig op Dieselmar bij Staveren. Al moest bij die onderste tonnen op alle scoort even verheftig gewoon vanzelf. Ja, dan maar helemaal loeken, 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 loeken. Nou, die beide mannen die bleuwen voorop. Los leidt nog altijd voorop. En daar leidt Siep Meijer achteraan.
Siep Meijer. Niet van deze medje trouwens. Een hele mooie medische meisjeshoer. Maar dat Jerwe Aases pas. Hij zielt heel rustig. Maar begreep goed. Hij is dus uit de B-klasse. Weer veromkwam in de A-klasse. Hij was sneur al treden. En hij leidt nu twadde achter de jongens van Los. Die hier om de tonnen komen. En dan denken dat er helemaal nog neert aan de hoorn is. Ze praten er even over. Sjogge goed uit. Demma we ongeveer hinnen. En demma we los. Dat weer wel moeilijk. Want ja, er komen allerlei skippen nog van onder los. En dan maak je wat op een of andere wijze tussen trog. En dat jouwt natuurlijk de nedige problemen. Er komt Siep Meijer aan en dan komt Sibu Siesling Derek achter aan. Ja, dat wie een, ik zei het al, de eerste treien. En dan zou je los dus voortgaan. Maar los die mat dus ergens van los op een of andere wijze. En die skippen, ja, die kennen onderling de baas wezen. Als je het zeilhoek bakbord hebt, ben je zeker baas. Tja, hij is van Tony Brundel los gaan. En dat schijnt net helemaal goed gaan te wezen. En dus dan krijgen we aanstens het verhaal dat de jongens van los een strafrondje draaien moeten. Wielst hij om de tonnen nog hevig in peteer wien. Bij allerhande zielers die daar aan de gang wien. Er zit de Eeltje bij, er zit de Wartzijn bij van Kees Jonker. Er zit de Sietemeter bij, er zit de Hulleboer bij. En dat hier een machtige strijd wie dat werkelijk daar in die midden wordt. En in de achterhoede wie het ik een redelijke sneer. Zo, je meisje die jongens van los dat rondje. Nou, dan het zeil maar weer even hoor. En dan maar weer verder. Maar dan lezen ze dus intussen op het tredde plak. En dat hien ze dus net toch, want ze hien wel even wat verder wonen. Prachtige beelden trouwens. Wat je zorgt dat de jongens van los het in die route net helemaal redden kon. En no pas weer verder meien op wij naar de tonnen ta. Maar die tonnen die we dus eerst naam trokken. De jonge Jasper van Siep Meijer en daarachter Sibu Siesling. En dan komen pas de jongens van los die nou de vakkeloeren er weer insteken kennen. En de rest van het veld die komt er prachtig en prachtig achteraan. Hé, hey, Henk rechts, wel net echt. Zit nogal wat achterin. Wel net helemaal net echt. Nou. Siep Meijer bij de tonnen. Sibu Siesling erachter. En dan dachten wij al, ja, nou Sibu Siesling die zullen hem verslaan. Beurt helemaal niks. Jongens, oefen je al die mijlkoor. Toen zit de jongens bij Heeg. De al die treien skippen die te eerst lezen. En ze meid je elkoor ik helemaal neer. Maar dat is toch merkwaardig dat Sibu Siesling, Siep Meijer, vorig jaar nog in de B-klasse net eens in Helikin. Nou, daar zitten jongens van los dan achter. En dan komt de rest van het veld. Daar zie je de Sleertemer en de Sikke Heerschop. Die zie je er al dicht achter. Dan komt Kees Jonker daar dichtbij. En dan? En dan? En dan zien we dit. Ja, dat is dus echt een dramatische situatie. En dat je zissen van bakboord en stuurboord wat duidelijk is, dan is dit wel heel duidelijk. Nou, hier ik al hier dramatische gevolgen. Zelfs scoort en opstekker ziet een inelkoor. Er ging een man op boord bij Tony Brundel. Er trekken nog een man licht gewond. Het wie al hier roppen en razen. En ja, het wie helemaal net goed daar in middenboord. En ja, de fout leidt natuurlijk bij Koltbeek van der Raderhoek. Die het helemaal midden in bij Tony Brundel tremde. En het spul hoe ik maar heel moeilijk uit de tiers en kon je wij komen. Gelukkig dat het net al te hard waaide, want een koeldrapine door de wezen nog weer rekening mee houden worden. Maar hoe kon je hem dit nou dwaan? Tony Brunnel, die het nog steeds. Nou, een van de bemanningsleden werd er een boordje ophellen, want die had de opstekker van de Raderhoek in de reg gekregen. Maar het is ook dat verder beteert. En er is een bemanningsleden oernaam en die is oernaam bij Michiel Koudbeek. Nou, en dit is de skeer bij Tony Brundel. Nou, dan show je precies hoe dat gong is in deze wedstrijd. En Tony Brundel wil krokken wij ze kennen. Nou, dan maar wij toch maar verder zijn in de wedstrijd, want die gaat ongebroken terug. En sjoggen naar de beide mannen die toch wel verrassend redelijk voorin zilden. En dat wie Kees Jonker, mij het was zijn skip de Druppalen. En dat wie Sietemeter, mij zien prachtige skip. Die heel goed lang voor in varen blauwe koen en daar lang staan houden. Maar op het laatste moesten ze al wat beliers gaan. Want dan komt er van alles van achteren vanzelfs. Ja, deze man bijvoorbeeld, Jelle Talsma en Henk Rechts. Ken Henk Rechts trouwens om die tonnen. Zijn we nou eens even zien, want de juster, of sneur rekken er mooi die tonnen. En dan mocht er wel trok in, want die in hier zien. Zijn we eens even zien hoe het met die tonnen gaat? Ja, gaat goed. Gaat goed met Henk Rechts. Nou, dan de juister Madder, Gitarma, die rekken er nog uit. Je gewond voorstag stikken. Ik naar de kant, waar wat rustiger dan mij op het wetter. En je sjogge je de jonge Jasper die nog altijd Sibu Siesling in het gerak hoort. En de jongens van Los die dan als treden met tonnen komen. Nu gaat er een protest van de wedstrijdcommissie Sien, de jongens van Los, over hun tugage. Dan maken we dus even afwachten hoe dat nog aan in. En de vierde man, dat wie? De Slettemers. De Slettemers die scoden langzaam uit die middenmoord. Wij samen maar naar voren en die komen op het plekje. En dit binnen bij de laatste man. Alle wedstrijden voorspel ik je. Freddy van
van der Heijden en Jillis Banstra. En Jillis had alles in het voordekscoach. Zit dan maar met 12 man achterop om de kopper wat beter in te krijgen. Joeg al je neer. Die man rijdt je een heulijn achter de rest van het veld. En hij zit voor in het veld. Hij is Siepmeijer. En hij is van tevoren al verschrikkelijk bleed. Nee, een tweede plakje. Nu ik een eerste plakje. Een tweede plakje. Ik het eerste plakje van Siepmeijer. En dan maakt je het klassement op en daarachter ziet Sibo Sisseling op een tweede plak. Dan Delmen Los, afwacht je wat protest is. Vjouw Ralte de Vries, 5 Jelle Talsma, 6 Henk Rechts. Dan Sikke Heerschop, Sietemeter, Njochen Jeroen de Vos, Kees Jonker, Henk Keizer, Tolde Freddy van der Heijden. Tretjende Jillis Banstra en de laatste treien der U dus, Tarema, Brundel en Kalsbeek. Dat jouw het volgende klassement. Sibo Sisseling het 2,9 punten. Siepmeijer 3,9. Walter de Vries dan met 8 punten. Delmer Los, Tsien, Krektas, Sietemeter en Jelle Talsma. Nou, dan gaan we verder naar onderen. Jeroen de Vos, Henk Rechts, Kees Jonker, Heerskop, Keizer, Tarema, Tom Brundel dus, de Ruud, 22 punten nou, Michiel Kalsbeek, ik, Freddy van der Heijden, 28 en Jillis Banstra, ik, 28. Ja, je kan zeggen, het is een voorlopig klassement, want er spelen dus nog een protest van de wedstrijdcommissie. Tjen de Lost Boys, zaten we zo niet hebben. Bij de protestcommissie is Sippy Tichelaar. Sippy, wat is er uitgekomen? Ja, dat is nog heel net bekend. Het is zo dat de scootjes mooi twee grutzuilen hebben en drie fokken. Hè? Die broeken ze dan voor deze wedstrijden. Er staan noemers op en die ben geregistreerd. En de skippers die combineren een bepaald fok mooi een grutzuil. En de combinatie mooi net grutter wijs als het maximale oppervlak dat tastien is op basis van een formule. Nou, nefst de wedstrijdcommissie heeft ze dus te volle zaal broekt. En dat is nou onder water gesteld. En ja, als dat zo is, dan zou het best wijzen kunnen dat de Lost Boys dus inderdaad net klasseerd worden. Want dan gaan ze eruit. Maar dan worden ze net klasseerd voor deze wedstrijd of is ze helemaal disqualificeerd? Nee, ja, dan is het een disqualificatie voor deze wedstrijd. Maar ze zitten al een heel schofte vergadering met elkaar, dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Nog even een correctie op de uitslag van Tom Brundel. Want die heeft van de jury 9 punten kregen. Want dat wie het plak dat er lui doet er dus uit de wedstrijd rekken. Goed, en alle klassementen weer op mij opmaken. En Joen op internet, KSN, hoe het er dan voor staat. Ja, het verhaal van de Dai Bier, zelfs die dramatische onvaring, Klaas. De Zwarris kreeg al, je ziet het er vlakbij. Ja. Hoe, zie je het al onkom van 4? Nee, het weer Seppi en Henk, uw piloot en Rinus, die zitten achterin. Die hingen dat beter in de gaten, want ik volg de eerste. En dit bedenk je net. Als hij in een stuurboot zo rug erop aankomt en oor niet makkelijk bakboord en ben betoefde zielers geen domkappen. Dus want dan in principe is het bakboord het voorrang op stuurboord? Makkelijk. En het wie zo. We kennen hier even Sjen Klaas, heb ik herinner de beelden weg. Ja, het wie zo helder gezegd, dus hij moet gewoon even deel sturen. Ik heb geen enkel probleem, je stuurt even deel kleer. Dan zijn er maar twee mogelijkheden die dit veroorzaken. Eén is. De stuurman heeft het net, jongen. Dat kan gebeuren. Die legt op oren dingen, is net waskouwen. Het oor is, het worst, jongen, steward bij. Maar de man bij de vak houdt hem stiefvast. Als hij hem stiefvast houdt, dan gaat het skip gewoon rug uit. Wat je met dat roer ik doggen. De vak is dan baas. Ik weet net wat er bad is. Nee. En het kan ik wijzen dat die vak vast lacht ergens. Dat kan een keer gebeuren, hè. Dus er ben of een mechanisch probleem, of een menselijke fout. En het ken ik nog twee menselijke fouten tegelijk wijzen. Ja. Maar dramatisch is het. En je ziet, het is nog net eens twaarm waar. Het is een lietse fjouwer. Ja. En Noah heeft dat zijn. Dat skip is lek van Tony. Hè? Maar jongens, Jan, dat het heel kreeg. Het is lek. En de skeer, nou, als je dit maatje letten maten op een echte jachtwerf. Dan was net betekenen wat dit kost. Nee. Want die betemmering, die zelf van binnen. Ik wil ontzet wijzen. Dus dat maat ik. Ja. Die roepbetemmering. Ja, en dan dat ben nou alle dingen die nog gebeuren worden. Maar dan heb je die onvaring, je wint erbij. En dan is er chaos een op zo'n moment, nou, denk ik. Nou, je wist wat is. Er is een boordval, nee, misschien wel twee, misschien wel drie. Je weet het net en je ziet ze net druwen. Denk er even om, dan kan ik hier een klap gaan. Ze was zwemvesten om. Ja. Maar je hebt een motor erachter. Maar je zijn schroef te draaien. Dus je moet ik een beetje uit de buurt blijven. Had je dat kopje net, joh. Nee. Want stel je voor dat hij nog onder water is en we bezig is om boven te komen. Nou, we zeggen vlak nadat gebeurt weer bij de sluis in die starem troffen we Tom Brundel en praat met hem naar deze dramatische ervaring. Tom, vertel, wat gebeurde er? Ja, nou, dit was een bakbestuurboete situatie met Michiel Kalsbeek. Ja, ik
Ik zit aan de hoge kant, ik zie het amper aankomen. Dus in één keer hoor ik geschreeuw en gebrul. En de bakboord. En nou, dan komt hij op ons af. Wie riep dat? Ja, bij jongens, bij iedereen aan boord liep die bakboord. Nou, en ze dus hebben het totaal verkeerd in kunnen schatten, die situatie. Want ja, nou, er vroeg er één overboord. En één kreeg dit opsteken in zijn rug. En die is afgevoerd nu. En nog eentje met een dik been en een met een schouderblessure en zip helemaal aan stront. Nou, daar doe je niet voor. Het is van de morgen, denk ik. Nee. Ik denk, we gaan vandaag weer lekker zielen en het plaatsje wat verbeteren wat we zaterdag hebben gedaan. En dan gebeurt je dit. Nou, dit is hartstikke sneu. Ja, want zicht hem zelf omkom? Ja, het laatst. Dan keek ik onder het zeil door. Ja, dan zie je zo'n kop op je afkomen. Nou, dat er niet erger gewonden zijn gevallen, dit moeten we nog afwachten, maar dit is een godswonder. Ja, want wie hier op boord, die wist hij weer kwijt? Ja, dat schrok me dood, want die vragen we ook niet meer. Dus die was weg. Nou, die ging onder het schip door en die hebben ze van die Michel Kelsbeek opgepikt of zo. Ja, want hij was er gelukkig weer. Nou ja, dan kan je koppen tellen. Maar dus Michel Kelsbeek, die kwam dus van stuurboord. Ja. Dus? Ja, die moet altijd erachterlangs of hij moet draaien. Hij heeft wel excuses aangeboden, maar daar schiet hij niks meer op. Maar hoe is dat met Lietzelies? Ja, totaal. Nou ja. Je weet hoe gek ik op mijn scheepje ben. Nou, dan krijg je tranen van je ogen. Want hoe zit hij eruit? Verschrikkelijk. Hij deukt van 30 centimeter in het berghout. Zelfs de roef die staat 10 centimeter rond, bol. Maar dat vind ik niet zo erg. Dat is allemaal materie, maar ik vind het wel heel erg voor de jongens. Wat gaat er nou verder gebeuren? We moeten maar eens goed over praten vanavond. Met het beste behoorlijke van die stik. Ja. Dat wie Tom Brundel, vlak de Nooi. Ja, Klaas, het is nog de vraag of hij ik moet wel mij dwang ken. Ja, ik heb hem jong nog even jet in Peter Mississippi. En het verbaast me dat hij het toch beziekje wil. En ik zei, die vertelde bij man die bent, die lezen net gauw van in slag. Dat die bemanning wat strijdlustig is. Had je het geweldig stuurd. Je had in peer hele lastige situaties zitten. Los ik voor de winkel. En let er nog in draai met Jeroen de Vos en Siete Meter. Man ertussenin had je het als een vorst stuurd. Tot dat moment, en ja. En tot op dit moment. Het is gek als mat het aan zijn wijze. En even goed dan. Die sportman dat die zei nou op een helling dat ding. En zien dat hem toch heel krijgen. Ja. Nou had hem dat red. Dan maar wel medaille hebben van hem. Ja. Lietse Willemsorde van de IFKS. Ja, ja. Moet beleid en trouw. Hey, nog even hoe de winnaar van Joert even kwart. Want Siet Meijer, wie Joert eerste. En treden op sneeuw. Ja, verrassend toch? Ja. Sibo natuurlijk ik, want die zit bovenaan in het klassement. Maar misschien is Siep, na dat avontuur vlindier in de B-klasse, hij hier altijd wel wat dat je zei. Nou jongen, dat skip kent wel, dokest het wel wat eerder dan toch. Het ik was kampioen geweest. Maar de laatste jaar. En nu is het correct. Vrij. Free at last. Hij zou vader weer. En er goed bij. Bij de start. Nog wel twee keer. Dus ja, de twee keer. Dat is dan net definitief. Maar het is wel geweldig. Dat hij nu Zuiderbeek in één voorin zit. Ja. Bij dat mooie skip. Ja. Dus je hebt me nog even een vraag te binnen oor Tom Brundel. Want stel dat hij het nog net van elkaar krijgt. Hè? Wat dan? Ja, want dan, en hij dan krijgt het wedstrijden net van elkaar, dan valt hij eruit. Dan krijgt het gemiddelde of het nu jood die punten krijgen. Dan moet het comité kan hem genadiglijk behandelen en in de A-klasse zitten laten. Dat ja. Kan. Maar oors gaat hij eruit, degradeert hij naar de B. Want zij binden de wetten en tent oors. Dus dit wordt wenselijk ik voor hem om die Lietse Lies, want hij natuurlijk iemand die het altijd geeft voor het kampioenschap, ja. Om die er weer bij te krijgen. Ja. Nou dan, maat er hard werken worden ja. Vandaag en manier. We krijgen ook het laatste nieuws binnen over de zaak los. Er komt morgen weer een herkeuring. Wel heel goed dag, hè? Al dat. Ja, nou ja, ik had net met hem. Het punt is, ze hebben meer surveyors bij de IFKS. Opzichters. Dus ze zien je er nou, ze zorgen van tevoren een aantal. En ze ziet je er altijd een peer uit. Dus je kent ik wel eens een keer avontuurje. Ja. En als je dan net een plakje in 12 draaien komt, valt het net op. Maar misschien is los ik wel helemaal te goede trouw. Waar zitten stempeltjes er net gewoon in? Maar zo krijgen ze net geliek. En die punten, ja, dan wordt het al wel heel direct voor kampioenschap. Wel ja, dan hebben we nog draaien die er nou op dit moment volop voorgaan. Dan ben Walter de Vries, dat is Sibu Siesling en dat is Siet Meijer. Ja.
Nou, het lieke goed gebeurt er heel wat in dit kampioenschip. Jongen, jongen, jongen. Het is wel pittig. Wat voor, ja, pittig. Ja, wat voor tweets is morgen dan? Nou, rustig hoor, man. Ja. Hey, want dan wil ik even weten wat het waar is daarbij heeg. Nou, een protte bewolking en misschien wat zinnen. Maar temperaturen tussen de 20 en 21 graden. En dan kan ik nog wel eens een beetje rijn vallen. Nou, dat is dan wel een beetje spietig. Maar wat u dus het meest interesseert is de wien. En die is matig rond vrij krachtig uit Zuid-Zuidwesten. Klaas, ben je er tevreden mee? Het is super. Dat is super. We hebben prachtige zilerijen. En we krijgen nog een gouden dij erachter onder mij. Ja, goed. Nou, helemaal goed. Ja, en jij zou achter mij al zitten, Sjoen, denk ik. De muzikanten die te namen hebben met z'n mij aardig maar pesten. Daarom lees ik hem gewoon even op van mijn briefje. Dat is Williams Scenes Transport Music. En ja, wie het goed? Nou, hartstikke mooi. En Jim Kanaas en ik applaudisseren, want ze zongen echt een prachtig nummer dat je het Sankenheid. There's a horse, a butterfly, leaves his senses to an ordinary day. Summer love and he's so far away. Just to know that all the time he played his game with his sense of betrayal. Now her love is lost and your pale and sunken eyed with March emptiness and colors of gray, running on another shallow day. I can see through your smile, you show your feelings with the enormous display. You can spare me all the words you have to. Okay.